ook heel dubbel, want enerzijds, ik weet niet, was jij er misschien niet voor dat deze vrouwen naar Nederland konden komen? Kan ik me voorstellen? Ja, want ja, we wilden niet, omdat de hele gemeenschap keek naar hoe deze vrouwen naar Nederland zijn gekomen of zijn opgehaald. En dat ze echt zo'n milde straf kregen van 2 jaar. En, ja. Dat ze daarna ook vrij worden gelaten. Maar ja, anderzijds is het wel ook een historische dag. Nu staan ze tenminste voor de rechter. Het lijkt me heel dubbel, zeg maar. Ja, dus, het is een dubbel gevoel. Want de reacties kreeg ik ook vanuit de gemeenschap van... Ja, aan de ene kant ja, willen ze niet dat ze opgehaald worden... want ze krijgen een celstraf van 2 jaar. Want ik kreeg een bericht van van de slachtoffer. Ze zei van, ik hoopte eigenlijk dat ik ook opgehaald werd door de Nederlandse staat... om 2 jaar in de cel te zitten en daarna gewoon een kans maken... op een veilig leven hier in Nederland. Wat ook, het brak mijn hart. Dus de slachtoffers zijn bijna jaloers op de daders? Ja, absoluut. Ja. En aan de andere kant... andere mensen positief zeiden van, dit motiveert ons natuurlijk om samen te werken, om deze overlevenden te helpen echt daadwerkelijk de trauma een beetje mee te delen. Want het trauma, die draag je gewoon je hele leven. En waarom helpt dat dan om met het trauma om te gaan op het moment dat deze vrouwen berecht worden? Het helpt, je ziet de slachtoffers leven met trauma en het helpt hen om die trauma te overleven en dan ook gewoon... motiveren om hun verhaal te doen. Want heel veel slachtoffers, heel veel Yazidi-vrouwen zijn ook, dus vandaag is een van de verhalen, zijn ook vastgezeten bij Nederlandse vrouwen of mannen. Zijn ja, het gevoel dat ze geloofd worden ook. Ja, het gevoel dat ze geloofd worden. En ja, ik doe voor mij en voor mijn familie en alle nabestaanden natuurlijk, is er geen gepaste straf. Voor wat deze terroristen hebben aangericht, de ellende. En ja, ik bedoel, ze krijgen een straf van een paar jaar. En voor ons is het levenslang.